Och, sag du blöde Wiener Schnitzel. Blöd, Ilja, gummi. Ah, jij bent het van Ribbentrop. Ik schrik me dood. Goedenavond, Molotov. Kom, naar binnen. Snel. Deze ontmoeting is topgeheim. Ik namens de Sovjet-Unie. Ik namens Nazi-Duitsland. Eigenlijk zijn wij vijanden. Wij haten de communisten. En wij haten jullie de nazi's net zo diep, hè? Dat weet iedereen. Dus deze geheime samenwerking, dat verwacht niemand. En daarom is het zo ideaal. Zacht. Kijk hier. Europa. Buh. Wij hier, ja. Nazi-Duitsland. Buh. Jullie daar, de USSR, de Russen. Hier, in het midden, ligt Polen. Precies, Polen. Dat gaan wij samen in diepste geheim. Overvallen en in tweeën hakken. Het is zo geheim dat ik het niet eens hardop durf te zeggen. Geniaal. Ja, je stiekie Polen, ik je stiekie Polen. Oh, wat zullen de Engelsen en de Fransen kwaad zijn. Woedend. Maar hoe noemen we onze geheime afspraak? Het geheime niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de USSR. Dat is saai. Wat dacht je van het duivelspact van Ribbentrop-Molotov? Oh, dat is mooi. Dan blijven onze namen beroemd. Ja, beetje eer van ons werk, hè? Kom, gehen wir. Ja. Vaarwel, Molotov. Ik ga die kant op. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Maar wij hebben toch gepraat? Ja, maar officieel hebben we elkaar nooit ontmoet. Ik heb je nooit gezien, hè? Knipoog, knipoog. Ja. We hebben elkaar nooit gezien. Ik heb geen idee wie je bent. Waar ben ik en wie ben ik? Mondje dicht. Auf Wiedersehen. Dat ben ik. En volgend jaar vallen wij de Sovjet-Unie toch aan. En dat is echt een geheim. Dat verwacht echt helemaal niemand. Kom uit, de Kremlin! Kremlin! Nou ja, en dan is het de oorlog. Kan je op wachten? Oh.